Inpoetsen wordt mede mogelijk gemaakt door Centurie Wasstraat in Groningen. Ja, je kunt aan het autootje al zien. We hebben oordop mee, want dit is Henk de Haan. En Henk de Haan, daar ga ik even mee de wasstraat door. Ik bedoel maar. Zei ik toch? Ja, hey. Mooi Henk! Hey, mijn auto was eraan. Hij weet niet hoe er is zo'n auto was. Ja, zo. Kunnen passen, man. Altijd, altijd. Ah, man. Ja, altijd. Uitbeer met kool. Nee, niks dan. Je bent allemaal kloorvuur. Ben ik kloorvuur? Dit is de ingang. Ja, hij is er ook wel naartoe trouwens. Hij is er ook, Henk? Ja. Ik zal je de raam even dicht doen. Doe maar wel de raam dicht. Ja, daarachter. Ja. Dat een beetje... Ja? De gordel in de was? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik weet niet. Niks. Zullen we gaan kijken? In deze... Dat vraag ik wel even. Ja. Ik doe even die radio zacht. Ja. Zo. Mooi. Ik vroeg me net af, is dat verplicht gordel om in de auto wasstraat? Ja, dit is er wel, omdat we hier halverwege hebben een looping. Ik zal het wel even aanroepen. Ja, goud wel. Halverwege hebben we een looping. Looping. Oké. Okay. Oh, wist toch wel even die camera nog pakken? Wil jij nog wel even mijn camera pakken? Die ligt hier op tafel. Ja. Dus dat wel verplicht? Ja, maar ze hebben een looping. Ja, dankjewel. Alrighty, nou, kijk eens aan. Die kan erop. Oh, bel er gewoon met hem dicht aan. Ja, dat maakt niet uit. Zo. Oh. Ik wil alweer te snel. Ik wil alweer te snel. Ja, de Wester. Dat is een beetje. Ben jij echt zo, Henk? Of. Jij bent druk, hè? Ik ben redelijk druk, ja. Van mezelf, ja. Van jezelf? Ja. Altijd geweest? Altijd geweest, ja. Ja. Thuis zijn ze helemaal gek van je? Of? Viel mee. Ja, ja. Soms wel. Soms wel, ja. Ah, nou ja. Maar het is ook, kan ook heel gezellig wezen. Of niet? Het zit in je, toch? Of nooit. Je bent zo, zoals je bent. Ja. Daar gaan we niks van veranderen, hoor. Nooit te veel veranderen. Nou, heel veel mensen die zien jou als de lolbroek. Heb jij thuis een andere kant? Ja, zeker. Maar ik denk wel eens, ik kan niet alleen. Ik ben ook niet alleen thuis hoor. Ook wel als ik personeelsuitjes mag organiseren en zo. Dan denk ze, goh, best wel serieus jij. Ik is ook serieus wezen. Ik zeg, ja, ik ben ook wel serieus. Ik ben ook best wel slimmer dan, hè? Nee, maar nou, daar ben ik heilig van overtuigd. Oh, maar, ik vergeet nooit weer, hè. Ik was 16 jaar. Ik mocht bij FC Groningen voetballen. En toen waren er maar twee teams, het eerste en het tweede team. Hè? Dus in 16, dan mocht je een keer meedoen. Speelde je een hele jaar, speelde je misschien 4-5 wedstrijden. Dat is niet veel, hè, Rob. Dat is niet veel. En pa zei, moest er wat voor zeggen. Ik zei, nee pa, ik wist dat precies al die goede spelers die vielen allemaal af. Omdat ze gewoon de bek hadden tegen de trainer. Ja, jij dacht even... Nee, maar toen dacht ik van, hé, was dat slimmigheid? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, nou, ik met de dingen die jij doet, jij kan geen dom kereltje weten. Dat kan natuurlijk nee, niet. En bovendien, ik hoor dat ook wel van mensen, dan hebben ze het over jou of zo. Hè, en dan gaat het over jou en over de personeelsuitjes. En dan zeggen mensen ook altijd, ja, nee, met personeelsuitje, dan is het strak van me komen en dan is het ook serieus. Ja, maar het is een geruiste boer. Maar je hebt natuurlijk dan ook wel een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ja. Ja, precies. Op de boot staat me zo tussen een wal en schip. Dat is ook een bepaalde wal en schip. Ik zit ongelooflijk veel op boot natuurlijk. Ik zit, veel schier. Heel veel schier. Laatst als ik 6 dagen achter elkaar met 6 verschillende bedrijven, dan schier me niet hoog. En dan moet je wel even, begin dan met een opstap op een boot, Rob. Ja, zal er mee tussen klaar. Dat is niet leuk hoor. Dus voorzichtig met jij alles. Jij bent ook verantwoordelijk voor die mensen, denk ik. Ik denk het wel. Ik denk het ook. Als er een ongeluk mee gebeurt of zo. Precies, dan, het is al een eigen risico, ja. Maar als het puntje bepaalt, dan ben ik misschien wel in de buurt, of aan de buurt van mij, joh. Maar ja, natuurlijk dat het wel serieus werk en fietsen en zo. Want sommige mensen denken van, goh, laatst is meer groepje, meerdere mensen konden niet eens fietsen. Dat is ook apart, hè? Hey, dat is apart, joh. Kon niet fietsen? Nee, joh, die hebben ook conditie een bierviltje. In de pas, oh, je moet doorrennen, hoor. Conditie een bierviltje. Hey, je gaat naar het vrije, zo. Okay. Ja, en dan... Nou, dan moet ik maar regelen een elektrische fiets regelen. Of dat ze met iemand op een tandem kunnen natuurlijk. Maar dat is, soms is het even te gevaarlijk, joh. Ik heb nog een keer buitenlanders gehad, mensen uit Somalië. Oh, die hebben nog een fiets, Rob.
En dat moet je wel in de gaten houden. Verrek, kun je weer zo fietsen? Ja. Maar nee, niet. Niet nee, dus. Nee, niet natuurlijk niet. Dus nee. Toen taxi genomen, overal met de taxi naartoe. Ja. En ja, ik kwart, doe ik nooit meer. Kwart, dit is ook altijd kwart. Hartstikke geweldig. Ja, die kwart. Ja, geweldig. Hoeveel pk? 70, super. 60, ik weet niet, 60 pk? Ja, ik weet niet. Bloedlink, maar wel heel leuk. Doe ik niet meer. Ik denk, zo een keer, wat gebeurt me? Ik heb de laatste keer een uitje gehad. Een vrouwtje die had de controle niet meer. Die vloog in de sloot. Zo recht toe, gelukkig recht toe. Ze werd gelanceerd. Ik denk, nou jongen, dit was hem. Nooit weer gelukkig. Gelukkig zo recht. Zo scheen. Dus, nou, over en uit. En ik ging één keer een hoes verkopen. In één keer geen evenement meer. Niks. Niks, één keer evenement. Eén keer over en uit. Ja. Ja, joh. Dus dat doe ik. Nee hoor, dat hoeft niet meer mee te komen. Nee. Wat lawaai, ja. Ja, dat is enorm veel lawaai. Deze auto heeft nooit in de auto wasstraat gestaan. Maar, nee, ja, nee. Dat kon ik zien. Nee. Ja, dat is een fiets, ja. Er staat mos in de tussen de rol. Ja. Hey, wat was jouw, hoe oud ben jij nu, hè? Ik ben 56. November 57. We zijn één maus. Ja. En, als jij ook 56 ook. Ja. Dat klopt dat. Ik geloof dat, ja. Maar was jouw voetbaltijd jouw mooiste tijd of is dit jouw mooiste tijd? Nee, voetbaltijd mooiste tijd natuurlijk. Ja, je bent een van de weinigen die betaalt voor mijn voetbal natuurlijk. En, we zijn een van de weinigen. En ik kwam in Grun en FC Groningen was een fantastische periode. En Europa Cup natuurlijk, geweldig. Heb ik mee mogen doen? Niet alle wedstrijden, ik kan geen basisplaats van, helemaal niet. En daarna 10 jaar Veendam, ook een geweldige periode gehad. En maar dit is ook weer een geweldige periode. Dit is ook weer hartstikke mooi. En komende zaterdag ga ik met 120 dames op pad. Pom, pom, pom. Noorse verpleegsters? 120, nee, dat niet. Maar dames van de kinderdagopvang. Geweldig, man. Ja. Ja, zo fantastisch. Hoe lang hou je dit vol? Dat weet ik niet. Ik hoop dat het is heel veel energie, kost het jou. Nee, joh. Nee, je krijgt heel veel energie. Oh, ja? Ja. Dat zingen ze wel vaker. De laatste 6 denk ik achter elkaar. S'avonds ben je dan s'morgens om 8 uur weg. S'avonds om 10 uur thuis, 10:30 thuis. Nee, borst, kaas, snij, voor de volgende dag weer. Hoe hou je het vol? Ja, door die mensen, de energie, die krijgen we die mensen. Ja, dat heb jij ook. Dat heb jij ook. Je gaat met mensen om die je bij van je energie krijgt. En, ja. En als je mensen, met mensen omgaat wat energie kost, nou, daar ben ik heel snel klaar mee, Rob. Ja, daar ben ik heel snel klaar. Dan denk ik, wegwezen, mooie. Jij zal mijn leven toch niet verpesten. Gaat het goed met mijn sticker? Jawel. Ja, die broersensticker zit er dan wel op. Hoe gaat het met dat broersen eigenlijk? Doe je daar nog wel wat mee? Ja, broers, we broersen alle dagen door natuurlijk. Ja. Ja, mensen, als je broersen roept, dan denk je, hang daar. Ja, grappig hè? Ja, dat is wel zo. Ik heb niks voor hem te doen. Nee, maar laatst werd ik gebeld van... van die broers ben ik bij Arriva of bij Quibus, ja. En dan werd ik gebeld van welke lijn iemand moest hebben naar Hogeveen. Ik ben gebeld, ja Henk. Ik zei bij je Euroborg, welke lijn moet ik hem? Ik dacht, ja, nou man, dat ging er wat. Ja, met die broersweek. Bel ze wel voor de dienstrekening. Nee, maar dat is wel zo. Ja, broersen is, dat ben ik. Of dat ben ik. Daar word ik mee geassocieerd. En dat is hartstikke mooi. Ja, ja. Kost niks. Als jij terugkijkt in de tijd en alle mensen die je hebt ontmoet en voetballers en weet ik veel wat. Ja. En wat mij is opgevallen is dat in die Fandi toestand, hè, toen jij Fandi naar Nederland haalde, ja. Toen dacht ik, jij moet wel een heel trouwe kerel zijn. Trouwe kerel, ja. In de zin van aan vriendschap, dat je... Ja, maar dat is net... Dat onderhoudt dat. Jawel, maar die positiviteit, die krijg je dan zo van zo'n Fandi ook in die... geweldig, heb ik ook met Ron Jansen, geweldig. Ik heb al meerdere keren contact gehad, niet telefonisch, maar gewoon via de app, hij is nu in Amerika. Ja. En vind ik mooi, Ron is ook een fantastische gozer en ik heb ook wel problemen met Ron gehad. Ik was scheidsrechter en was hij trainer van Achilles 1895 in Assen. Oh, een dikke trammelant, jongen, moest ik fluiten en scheidsen! Ik zeg Jans in rust. Maar fantastische man, ja. En, ja, die contact. Wie is jou het meest bijgebleven uit die voetbalperiode? Ja, van die toch wel. Van die, ja. Van die zeker. We waren vaak waren we allebei wissel bij FC Groningen. En was een zondagwedstrijd. Was de wedstrijd ook per of vier afgelopen. En om 5 uur zijn we al een kopje en aangesneden in zijn baan. Cola, ook geen bier, hè, maar wel even mooie meisjes. Van die vond ook geweldig. Die mooie blonde meisjes in Harkstede natuurlijk. En neem maar van die, geweldig, fantastisch. Elke maand hebben we nog regelmatig even contact. Of in Belm, in WhatsApp. Ja, leuk is dat hoor. Ja, dat is wel heel mooi. Fantastisch. Maar dat zegt ook veel over jou. Dus ik kan me voorstellen dat je irriteert het je wel eens als mensen je als lolbroek zien. Want jij bent natuurlijk veel meer. Ja, dat irriteert wel hoor. Een clown wordt ons genoemd. Ja, een dorpsgek. Ik dacht inderdaad een keer, ik zeg, wacht eens even.
Ik zeg even rustig aan, joh. Ik zeg, zo wil ik niet genoemd worden. Laatst werd ik even geïnteresseerd voor 200-300 mensen als dorpsgek. Ja. Ik zeg, ho. Ik zeg, dat gaan we aan het publiek, hè. Ik zeg, dat gaan we even niet doen, joh. Nee. Ik kan wel grappig zijn, maar ik wil niet als dorpsgek, want dat vind ik een beetje een raar woord over de algemeen. Nou, maar dat is denigrerend. Ja, precies, denigrerend. Ja. Van, hey, even grappig doen. Ik zeg, jij gaat niet over mijn rug grapjes uit de hand, hè. Ik ben de man die grappig... Nee, flauwekul. Nee, maar dat je werd dus echt pissig, ik kan je nu ook aan je zien. Echt, ik word weer pissig als ik eraan denk. Die gozer die... Hij, als ik hem weer zie, dan weet hij ook wel hoe pissig ik daarover ben, hè. En dan praten we er... Of nee, praten we niet eens over. Ik groet hem wel eens. Moet ik hem nou... Kerst hem ook nog geen moed. Goed zoeken. Oh, is dat nodig? Nee. Dan kom ik wel een teken. Hij woont in Delfzijl, dat mannetje, en dat geeft ook allemaal niks. Hij weet ook wie het is, en dat geeft hem niks. En toen heeft hij me dat. Ik zeg, oh, man, dat wil ik even aan het publiek. Ik zeg, dorpsgek vind ik zo denigrerend, hè? En dat ze grapjes maken. Even zo, hè? Ja. Ik zeg, nou hier. Nee, maar dat komt dan waarschijnlijk omdat mensen niet het onderscheid kunnen maken tussen lol en grappig en de echte Henk. Want dan word jij natuurlijk geraakt als mens. Ja, precies. Ja, wacht eens even. Ik doe alles met over nagedacht. Dus ik denk van, hey, als ik die grappig moet wezen, dan ben ik grappig. En ben ik niet grappig, ben ik niet grappig. Laatst mocht ik crematie leiden. Dat was wel lachen, hoor. En we hebben lol gehad met de crematie. Oh, ja? Ja, mooi. Oh ja? Bij, ja, wat voor iemand was dat? Ja, wat voor iemand was dat? Hij belde me op. Hij zegt, je kent mij niet. Ik zeg, nee. Ik zeg, nee. Wie is u? Nou, Nanko. En ja, hij zegt van... Sowieso, ik heb een rare vraag. Ik ben wel fan, zei hij. Hij was hartstikke slim. Hij zei, fan, ik heb een rare vraag. Ik ben terminaal, zou je mijn crematie willen leiden? Ik zei, ja, geweldig. Ja, mooi, ja. Ik heb er niet eens over na te denken. Ja, graag. En jij hebt met hem besproken wat je ging doen? Toen nog niet. Ik zei, eerst maar eens even afspraak maken. Maar ik ging nog op vakantie. Ik zeg, de agenda's naast elkaar. De volgende dag gaat de afspraak maken. Agenda's erbij. Ik zeg, 3 weken of meer. Ik ging op vakantie. Ik zei, dan kun je niet doodgaan. Oké. In oktober kon hij niet uit. Per dag kon hij niks. Dus dat wist hij. Hij heeft misdruk. En hij heeft gelukkig, hij had nog 6 maanden, 5, 6 maanden te leven. Hij heeft gelukkig nog 14 maanden heeft hij geleefd. En toen in november heb ik nog gebeld. Ik zeg, eind januari ga ik nog 2 weken op wintersport. Oké, daar kon hij ook niet doodgaan. En toen is hij dat mooi een beetje gerekt. En toen op een gegeven moment ging hij dood. Echte Groninger. En toen mocht hij dat. We hebben 6, 7 gesprekken gehad voor die tijd. Alles besproken. En had hij ook over zijn beste kameraden. Die komt bij Friesland. Die ken je nooit. En we lol op gaan. Ook tijdens de kroon. Ik zei, dat ga ik ook maar vertellen. Ja. Die mensen zaten in de zaal. Mooi. En hij had alles onder controle. En dit en dat. En mocht een cursus Gronings mocht ze geven tijdens de crematie. Mooi, goedemorgen, mooi, goedemiddag, mooi, goedemorgen. Nou, beste moment, nou mooi, hè. En het grappige is, hij had er helemaal over nagedacht. Want iedereen, toen de dienst afgelopen was, liepen ze bij de kist langs. Mooi, hè? Mooi. Oh, ja. Dan maar weer. Geweldig. Pom, pom. Ja, het was geweldig. En toen had ik ook weer het gevoel van, hey, dit is het. Dit zijn de momenten. Heb ik nooit. Natuurlijk spannend om leuk personeel zijn. Maar toen was die crematie weer. Goh, dit gevoel had ik ook bij voetbal. Ja. Adrenaline van, hey, this is the moment. Het is ook wel een moment natuurlijk. Echt een moment. Dat mag je ook niet verpesten. Nee, daarna heb ik het ook niet weer meegemaakt. Ik heb dus een half jaar geleden. Een half jaar geleden ongeveer. En, ja, wel fantastisch hoor. Dat is ook gelijk mij ook heel indrukwekkend. Mooi om te doen. Geweldig om te doen. En ook hij zegt van, ja, ik doe het wel op. Maar, ja, daarom vraag ik jou ook. En het moet een feestje worden, zei die man. Het moet een feestje worden. Het is ook een feestje geworden. Het is geweldig. Ik heb nog steeds contact met zijn vrouw. Ja, wat grappig. En nog steeds contact. Mooi. Ja, mooi man. Ja, mooi. Hey, bedankt voor het proten. Ja, dat ging wel al snel. Dat ging wel snel. Ja, ik ken wel nu een voorbeeld. Ja, ik zeg voorlopig nog even uit over. Nee, even rustig. Zet hem op, goed. Jongen. Hey, ga je goed. Mooi, hè? Hey, de hasta la pasta. Top. Ik gooi eruit. Graag hem, Los ballos. Hasta la pasta, zoals. Het is ook warm in die auto, man. Ik sta naar die keurte box wel. Och, hij is hem vol op staan natuurlijk. Ai. We hebben geen foto's gemaakt. Oh, ja, dat moeten we nog wel even doen. Dat is toch altijd, hè? Altijd. Even selfies, hè? Poppel. Nou, ik heb net een filmpje ingesproken. Ik heb een filmpje gemaakt. Dat is wel grappig, hoor. Nee, kijk, wat heb ik hem? Even naar Olaf gestuurd. Olaf Vos. PSA, PSA. Het is november, de prostaatkankermaand. Oh, dat gaan we een mooi liedje van maken, hoor.
Ja joh, dan gaan we mooi. Daar ben ik al jaren mee bezig. Ik denk, jongen, ook al is er maar één persoon die zijn PSA-waarde laat controleren, is al voldoende. Ja, absoluut. Dat is wel mooi wezen. Heb jij wel aan de prostaat gehad? Nee, gelukkig niet, nee. Oh. Kameraad van mij wel. Het is nog steeds mijn kameraad. Dat is mooi. Dat is mooi. Die leeft nog, die is nog. Die leeft nog steeds. Die is nu 60. Ja, want je gaat er allemaal zo aan doden, hè? Hey, dat is toch jammer? Ja, dat is best jammer. Ja. Dat is jammer, hoor. Hé, hey, maar dat is jammer. Ja. En als je... Een selfie. Ja, is ook zo. Daar waren we mee bezig. Hé, hey, maar dat is toch jammer dat je daar aan dood gaat? Ja, dat is de laatste dat je niet. Dat je een andere soort kankers dood kan gaan, dat is heel erg. Dat is verschrikkelijk. Maar als de PSA, als je weet dat de PSA te hoog is, jongen, heb ik idee, dan kun je er wat aan doen, hè? Ja. Een kameraad van mij, die is dan in Duitsland geweest, hebben ze alle prostaten uitgehaald, ik weet niet wat ze allemaal hebben gedaan. Maar wil ik zeggen, hij leeft nog steeds, dat is hartstikke mooi. Komt ie? Dat kun je er wat aan doen. Ja. Je lang, hè? Hey, kom gauw weer. Stop, hey, hey. Mooi, hartstikke plaats. Ja, hartstikke plaats. Hey, bedankt, ja. Henk. Hè. Ja. Ik kom met. Ja. Ja, echt? Ja. Je camera mee. Doe, ja. Doe. Hoi. Hoi. Doe. Ja, doe. Mooi, Henk. Even poetsen wordt mede mogelijk gemaakt door Centuri Wasstraat in Groningen.